Dames en heren, welkom bij dit webinar. Ik val vandaag in voor Chris, die is helaas ziek geworden. Mijn naam is Denise Bos. We zullen het vandaag gaan hebben over IFC en het gebruik van IFC richting Archicad. Ik word vandaag bijgestaan door mijn collega Eva de Laat. Zij zal vragen kunnen beantwoorden en is dus ook aanwezig om onderdelen te controleren, zoals geluid en beeld. Even voor degenen die nieuw zijn met het webinar. Als het goed is, hebben jullie het volgende scherm op het beeld staan. Dit kun je minimaliseren door middel van de rode pijl. Verder zou je dit scherm ook volledig kunnen laten weergaven met de blauwe knop. En mocht je dan vragen hebben, kun je ze tussentijds zal te stellen aan Eva via het questions menu. En tot slot op het laatst zal ik nog even kijken of er nog vragen zijn die ik kan beantwoorden. We gaan het vandaag hebben over IFC. Wat is IFC? Hoe moet je te werk gaan? IFC wordt met name gebruikt in samenwerking met aannemers en andere partijen. Welke informatiebehoefte is er? Wie moet wat weten? Hoe kunnen we dat instellen? Waarom moeten we dat gaan instellen? Verder gaan we kijken naar de implementatie in het model zelf. Er zijn een aantal aandachtspunten op het moment dat je bezig gaat met IFC. Die zullen we kort behandelen. Verder gaan we in op import- en exportmogelijkheden. En tot slot een stukje over communicatie. Integraal samenwerken. We zien steeds vaker, steeds meer aannemers die roepen wij zijn aan het BIM'en. Overal wordt het zichtbaar, aannemers, fabrikanten, architecten, adviseurs, iedereen werkt met BIM. Dus we zien steeds meer toegepast worden. Nou, met die toepassing zien we ook eigenlijk een soort van wildgroei aan protocollen. Iedereen heeft afspraken waaraan gehouden moet worden. Maar ja, niet alles gaat altijd over wat er eigenlijk afgesproken moet gaan worden. Twee onderdelen die belangrijk zijn. RVB BIM-norm en de BIM-basis ILS. Waar we het later nog eventjes over zullen gaan hebben. Fabrikanten die ook werken met BIM, VBI, Calderan, Itong. Dus ook richting uitwerking, productie van modellen wordt met BIM gewerkt. Als we dan gaan kijken naar bijvoorbeeld het gebruik van BIM in de meeste West-Europese landen, dan zien we dat niet alleen Engeland, maar zelfs ook Nederland best bovenaan staat. Hierin. Dus er wordt aardig wat gewerkt met BIM. Er is aardig wat kennis over BIM. Wat hierin niet is opgenomen, dat zijn de Scandinavische landen. Niet iedereen weet dat, maar in Scandinavië zijn ze heel erg ver op het gebied van BIM. En dat is ook waar bijvoorbeeld het programma Solibri vandaan komt. Wat betreft echt het daadwerkelijk gebruik van BIM, daar zijn wij in Nederland zeer vooruitstrevend in. Daarom hebben wij ook dit webinar. We gaan jullie nog meer kennis bieden op basis van IFC. Dus de toepassing neemt toe, de kennis neemt toe en heel veel meer gebruik van IFC en BCF is daarin merkbaar. We hebben het over BIM, maar wat is nou eigenlijk BIM? En als je iedereen zou vragen hier in het webinar, dan zou ik heel veel verschillende soorten antwoorden krijgen. Wat voor de een een virtueel gebouwmodel is, is voor de ander juist weer een model waar heel veel data in zit, waar die die data uit kan halen en verder kan gebruiken in uitrekstaten, in het bestellen van allerlei onderdelen voor de productie van het gebouw. En
BIM kan ook nog weer een model zijn wat gebruikt wordt tot aan facility management. Dus iedereen heeft daar zijn eigen kijk op en meestal ook vanuit zijn eigen discipline, zijn eigen verantwoordelijkheden en zijn eigen visie daarop. We hebben het ook over Open BIM. Open BIM wordt gebruikt als standaardmethode, waarin dat software geen bepalende factor is. Nou, dat wordt vaak in protocollen wordt er geroepen, je moet met Revit gaan werken, want dat is BIM. Revit is geen BIM. Revit is een tool waarmee ik tot een BIM-model kan komen. Software is dus geen bepalende factor om te kunnen gaan samenwerken. We maken ook gebruik van een gecentraliseerd model met Open BIM. Waarom? Omdat hiermee verschillende aspectmodellen samenkomen. De verschillen in informatie worden beperkt. Iedereen heeft daarin zijn eigen stukje en zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat zal samen het totaalmodel gaan vormen. Ook kunnen revisies snel geïmplementeerd worden. En kan daarin dus een gezamenlijk inzicht worden geboden van het model. Nou, ook dit totale model, dat gecentraliseerde model, kan gebruikt worden als overdrachts- en archieffunctie richting facility management, het onderhoud. Je kunt bijvoorbeeld denken dat over 10 jaar er nog eens weer een nieuwe deur besteld moet worden, omdat deze niet meer voldoet. Nou, wat was die deur? Hoe zag die eruit? Welke fabrikant? Nou, dat kan allemaal in een IFC-model beheerd worden. Oftewel, iedereen in de BIM-bouwkolom kan met Open BIM meedoen. Je ziet hieronder een overzicht nog van allerlei soorten software. Dus het is echt niet zo dat er specifiek één soort software voorgeschreven kan worden om BIM te kunnen BIMmen. Hoe gaat het proces dan in zijn werk? Je ziet hier twee zijdes. Ik begin eventjes aan de rechterzijde. Iedereen heeft zijn eigen discipline, zijn eigen software, zijn eigen verantwoordelijkheden die hij heeft en waar hij ook zijn kennis in heeft. En vanuit hun eigen software, vanuit de native data, wordt een IFC-extract gemaakt. Samen vormt dat het totale model. Al die aspectmodellen vormen één aggregated model. En vanuit dat model, vanuit daaruit, wordt weer informatie gehaald vanuit dat totaal. Je kunt denken aan visualisatie. Je kunt denken aan uitwisseling met productie en fabrikanten. Maar je kunt ook denken richting clash detection bijvoorbeeld. Wat is dan nu eigenlijk IFC? IFC staat voor Industry Foundation Classes en het is wat vroeger DWG was voor 2D-informatie, is nu IFC bedoeld als uitwisselingsformaat voor geometrie en informatie. Het is verder ook gestandaardiseerd en gespecificeerd op ISO-normen. Dus het is helemaal vastgelegd wat er precies in zo'n IFC moet staan en op welke plek dat deze staat. Verder wordt het ondersteund door allerlei BIM-software. Dus niet alleen Archicad kan IFC's maken, maar er zijn verschillende pakketten die ook IFC kunnen exporteren en zelfs ook kunnen importeren. Het IFC-formaat wordt beheerd door BuildingSmart en die zorgen dus voor de specificatie van IFC. Laat je dan ook niet gek worden van de aannemers. Zij willen vaak dat bepaalde informatie op een specifieke plek staan. Nou, BuildingSmart heeft al aangegeven waar dat deze informatie zou moeten staan. Het huidige formaat van IFC is op dit moment 2x3. TC1 is een extra aanvulling geweest op IFC 2x3.
Agicalti exporteert standaard de laatste versie op dit moment. Nou, vanaf Agicalt 20 is het ook mogelijk om IFC 4 te exporteren. IFC 4 is nog niet helemaal gecertificeerd en dat kan nog een jaar of twee duren. Dus de komende jaren zul je nog aan het IFC 2x3 formaat moeten houden. IFC is niet BIM. Een aantal aandachtspunten. IFC is dus niet BIM. Het is een uitwisselingsformaat. Dus dat betekent dat tekeningen uit het BIM-model, uit het AGCAD-model, bijvoorbeeld niet meegeëxporteerd worden. Het gaat met name om geometrie en de informatie die gekoppeld is aan die geometrie wat geëxporteerd wordt. Daarbij zit één uitzondering en dat zijn stramienlijnen. Maar zelfs stramienlijnen in AGCAD zijn eigenlijk ook 3D-elementen. Je plaatst één stramienlijn op de plattegrond en die is ook meteen zichtbaar in de gevels, in andere verdiepingen. Wat je verder nog rekening mee moet houden, dat is de referentiemethode. Een IFC-model wordt met name gebruikt om een aspectmodel of een coördinatiemodel te maken. En dat betekent dat iedereen zijn eigen informatie heeft, zijn eigen verantwoordelijkheid, dat dat in principe niet aanpasbaar gemaakt wordt voor andere partijen. We gaan het dadelijk nog even hebben over parametrisch versus BIREP versus geometrie. En dan zal het een en ander nog duidelijk worden. We gaan naar de informatiebehoeften. Vaak wordt er gesproken over een bepaald LOD, Level of Detail of Level of Development. En dat staat voor een bepaalde informatiegrens. Ontwerp maakt gebruik van LOD 100 tot 300. Ga je wat meer richting uitvoering of oplevering, dan zit je aan LOD 400 en LOD 500. Maar wat is dat nu precies? Je kunt je voorstellen, op het moment dat je bezig bent met een ontwerp, een gebouwmodel gaat maken voor het ontwerp, dan ben je specifiek bezig met vorm en geometrie en niet zozeer met verdere uitwerking van het model. Ga je richting uitvoering, dan wil je exact weten waar elk element zit, wat gespecificeerd wordt, welke aansluitingen dat nodig zijn. Dus het wordt zelfs tot op de klinkmuur nauwkeurig wat dat gemodelleerd. Dat kan wel eens een verschil geven in de informatiebehoeften tussen verschillende partijen. Ga je bijvoorbeeld meer naar ontwerp, dan hebben we het over samenwerking tussen bijvoorbeeld opdrachtgever, architect en adviseurs. Dan is het belangrijk dus dat het ontwerp zichtbaar wordt. Dat als overlegmodel kan dienen. En zal dus ook een bepaald abstract niveau in het model zichtbaar zijn. Dus vloeren worden niet helemaal uitgewerkt, dat is één groot vloerveld. Het model is voornamelijk gericht om het conflict tussen andere disciplines, zoals bijvoorbeeld installaties en constructies, te voorkomen. Ga je nu richting uitvoering, dan hebben we het met name over samenwerking met bouwbedrijven en onderaannemers, leveranciers en dergelijke, dan zit er een hele andere richting in. Dan ga je echt richting het leveren van bepaalde bouwdelen, de specificaties die dus in het model moeten kunnen passen. De vloerelementen zijn dan echt helemaal specifiek uitgemodelleerd. Denk bijvoorbeeld aan alle verschillende kanaalplaten, in welke richting liggen deze, waar is het in opgelegd. Dat soort informatie moet beschikbaar zijn. Dus er zit een heel verschil in de informatiebehoefte op dat moment. En die informatiebehoefte is heel belangrijk om dat vast te leggen. Zoals je net al hebt kunnen zien, BIM is niet voor iedereen hetzelfde. Dus het doel van een BIM-model, dat moet worden vastgelegd. Nou, dat doe je in een IPDP. Dat is een Integrated Project Delivery Protocol.
En hierin is heel kort en bondig samengevat wie is er verantwoordelijk, waar wordt het model voor gebruikt, welke informatie is nodig. Maar er wordt ook nog wat meer in vastgelegd. Bijvoorbeeld het nulpunt van het gebouw. Hele belangrijk op het moment dat je meerdere modellen over elkaar in gaat leggen, is het heel belangrijk dat het nulpunt hetzelfde is. Anders heb je het ene aspectmodel op de locatie liggen en het andere aspectmodel ergens ver weg in prijs. Nou, dat soort afspraken wordt nog verder gespecificeerd, bijvoorbeeld in de RVB BIM-norm of in de BIM-basis ILS. De RVB BIM-norm is oorspronkelijk ontwikkeld door Rijksvastgoedbedrijf. Oorspronkelijk het doel daarvan was om hun gebouwen goed te kunnen beheren en dat daar dus ook een juiste soort IFC voor gemaakt wordt. We zien steeds meer dat dat RVB BIM-norm, dat het steeds meer ook in andere samenwerkingsvormen gebruikt wordt. Daarnaast bestaat er het BIM-basis ILS. En dat is een specificatie wat ontwikkeld is door grote aannemers in Nederland. En zij hebben bijvoorbeeld vastgelegd, zal ik hier laten zien, wat voor structuur gaan we hanteren. En hoe zorg je dat er voldoende informatie in het model zit. Nou, dat is heel inzichtelijk, heel snel leesbaar, wat er dus allemaal toegepast moet gaan worden in zo'n model. Denk dus aan bijvoorbeeld het nulpunt. Of denk aan het juiste gebruik van entiteiten. Het juiste gebruik van de juiste gereedschappen is niet helemaal waar. Maar dat de informatie gekoppeld aan zo'n element op de juiste manier is toegepast. Denk ook aan informatie zoals is een element dragend of niet? Of is het een element wat inwendig of uitwendig is? Dit soort eigenschappen zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld op het moment dat het model voor energie gebruikt wordt, een energieanalyse, dan moet wel duidelijk zijn wat inwendig en uitwendige elementen zijn. Nou, dat ILS is heel inzichtelijk. Ik heb hier in de vorige sheet ook een linkje naar het blog wat ik zelf geschreven heb. En hierin staan ook linkjes naar de verschillende protocollen. Nou, hoe kun je dat verder in je model gaan implementeren? Er zijn een aantal aandachtspunten waar je op moet letten op het moment dat je gaat samenwerken met andere partijen. En afhankelijk van het protocol zul je nog wat meer moeten doen, maar dit zijn zeker de basispijlers waar je aan zou moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan elementclassificatie. Ik heb hier als voorbeeld een meubel gemodelleerd met de Morph Tool in Archicad. En als ik verder niets zou doen, dan zou dit een IFC-object worden. Nou, het is een vormloos ding. Het heeft weinig informatie, zo'n object. En ook de volgende partij die ermee aan de slag gaat, die heeft daar niet zoveel informatie over. Ik kan ook zo'n element verder gaan klassificeren. Nou, hier zie je een afbeelding staan van de tags en categories van zo'n element, van zo'n gereedschap. En in de tags en categories kan ik definiëren dat deze morph een furniture moet gaan worden. Nou, gekoppeld aan de furniture zit bijvoorbeeld de functie dat ik alle meubelstukken een relatie kan geven aan een bepaalde zone. Op dat moment kan ik heel makkelijk weer verder informatie onttrekken uit het model. Dus het is heel belangrijk om de juiste klassificaties toe te kennen aan zo'n element. Nou, een ander voorbeeld, zeker wat meer spreekt, is bijvoorbeeld een vloer en een plafond. Beide elementen worden met hetzelfde gereedschap gemodelleerd. Dus voor beide elementen gebruik ik een vloergereedschap. Doe ik helemaal niets, zal die standaard altijd een IFC slab worden, een elementenclassificatie slab. Gekoppeld aan zo'n
vloerelement zitten bepaalde parameters. Hier zie je een voorbeeld van de property set, de P-set, van een slab met daarbij bijvoorbeeld geluidswering, is het ontvlambaar, is het onderdeel van een compartimentatie en dergelijke. Doe ik dus helemaal niets op het moment dat ik een vloer als plafond ga modelleren, behalve het instellen van de hoogte en de dikte bijvoorbeeld, dan zal dat een IFC slab worden richting IFC. Nou, het is heel belangrijk om dus ook dat plafond op de juiste manier te gaan klassificeren. Want op het moment dat ik dat doe, dan wordt dat een IFC covering, een onderdeel dus van een plafond. En krijgt het ook standaard meer mogelijkheden om data toe te voegen. Bijvoorbeeld heeft het een bepaalde akoestische waarde, maar daarnaast ook bijvoorbeeld welk materiaal is gebruikt. Welke weerbaarheid moet het gaan krijgen? Dergelijke parameters. En aan de hand van dergelijke parameters kan juist weer zo'n aannemer extra informatie onttrekken. Hij kan ook op basis van die klassificatie heel snel zien of het een plafond of een vloer is, in plaats van dat het niet geclassificeerd zou worden. Nou, om dat hele proces goed te regelen in Archicad, kun je gebruik maken van natuurlijk de favorites. Nou, in favorieten kun je elk element al bepaalde IFC-classificaties meegeven. Hoef je er niet meer over na te denken en kun je meteen aan de slag. Een ander onderdeel waar je aan zou moeten denken is het gebruik van complex profiles. Het is niet erg om dit te gebruiken, maar op het moment dat je hem gebruikt om een geheel detaillering toe te voegen, dus een onderdeel, een combinatie van meerdere gebouwdelen, zoals je hier op het voorbeeld ziet, dan moeten we dat zeker afraden. Het geheel gaat zich namelijk als één geheel component gedragen. Ik kan niet meer als aannemer zien, is dit nu een ligger, is dit nu een stukje wand? Je kunt ook niet meer de informatie eruit halen. Wat voor profiel is hier gebruikt? Welk materiaal heeft het metselwerk gekregen? Dat is allemaal niet meer inzichtelijk. Dus voorkom het gebruik van complex profiles als zijn een heel geheel van onderdelen. Nou, hier zie je het resultaat in Solibri. Solibri is een pakket wat IFC-modellen kan uitlezen. En je ziet dat het dus één geheel is, één wand, met alleen maar informatie die gekoppeld is aan wandelementen. Een ander onderdeel wat zeker toegevoegd zou moeten worden is de klassificatie, een soort codering aan elementen. De codering wordt in een later stadium weer gebruikt om aanbestedingsstukken te maken. Dus dat wordt heel vaak gevraagd door aannemers. Nou, de NLSP-classificatie is al verweven in de lage structuur die we gebruiken binnen Archicad. Maar gekoppeld aan zo'n element kun je echt specifiek de classificatie op basis van 2 cijfers, 4 cijfers of zelfs 6 cijfers gaan toevoegen. In Archicad is het een en ander daar al voor voorbereid en zorg er dan voor dat je de KeyMemory-editie hebt geïnstalleerd. Wil je echt stap voor stap weten hoe je dat kunt toepassen, kun je de tip en truc gaan lezen. Hier onderaan staat een linkje van de tip en truc. En ik zal het een en ander even laten zien in Archicad. Met de andere. Hier heb ik een model. En in het model is het dus belangrijk dat codering wordt toegepast. Nou, die codering kan ik per element koppelen. Maar ik kan het ook op een hoger niveau doen, met behulp van de IFC Manager bijvoorbeeld. En wat je doet is je gaat naar de tekst en categories. En daarna ga je naar Manage IFC Properties. In dit veld krijg je nu de
IFC properties, de eigenschappen te zien specifiek voor mijn wand, voor mijn elementenclassificatie wand. Ik zie hierin ook bijvoorbeeld de PSET Wall Common. En ik zie hier nu Classification References. Nou, de Classification References, dat zijn de coderingen die toegevoegd kunnen worden aan elementen. Nou, hoe kun je dit nu toepassen? Je klikt op Apply Predefined Rule. En hierin kan ik kiezen tussen NLSFB, 2 cijfers, 4 cijfers, stabiele elementen, 6 cijfers, 2699. Ook is het mogelijk om de EcoQuester coderingstabel toe te voegen. Ik kies hier in de lijst voor de juiste codering. In dit geval heb ik een wand. Spouwwand. En ik voeg dat toe door middel van Apply. En nu komt hij hierin toegevoegd. En is dus ook die IFC-classificatie aan dat element toegevoegd. Binnen IFC en in andere pakketten zal het er dan zo uitkomen te zien. En op deze manier kan dus een aannemer van een andere partij ook heel makkelijk eenvoudig de juiste elementen filteren. Een belangrijk onderdeel. Wat betreft die informatiebeheer is het ook nog belangrijk om voor jezelf goed te controleren wat je nu hebt toegevoegd. De IFC-eigenschappen die zijn op verschillende manieren ook te bereiken. Je kunt ze bijvoorbeeld in een schedule verzamelen. En op die manier kun je de schedule, de lijst, als een soort van controlemiddel gebruiken. Daarnaast zou je ook de IFC-informatie naar voren toe kunnen halen door middel van het gebruik van labels. Verder gebruik bij het modelleren altijd de favorieten. Hierin kun je al heel veel parameters goed instellen, zonder dat je dus heel veel moet nadenken over wat je zou moeten instellen. Ik zal eventjes een schedule laten zien. Dit is een schedule waarin verschillende coderingen zijn opgeroepen. In dit geval is de EcoQuester codering. Een beschrijving van die EcoQuester codering, die dus op dezelfde manier is toegevoegd als de predefined rule zoals ik net heb laten zien. Je kunt ook het ID oproepen. Het ID is een benaming van het element. Het ID wordt met name gebruikt ook voor het toevoegen van merken binnen kozijnen, de ramen en deuren. Ook een belangrijk onderdeel richting IFC. Verder kan ik ook bijvoorbeeld elementclassificatie oproepen. Zo verder heel veel andere IFC-eigenschappen. Nou, hoe kun je dat toevoegen aan zo'n schedule? Hier vind je een klein knopje, een zwart klein knopje. En via Add IFC Properties kom ik weer in dezelfde soort structuur als wat ik net zag. En hier zie ik bijvoorbeeld ook in dit geval van mijn ligger, de PSET Weep Common. En hiermee kan ik dus IFC-informatie ophalen. Je kunt het dus gebruiken als controlemiddel, maar ook bepaalde parameters, zoals bijvoorbeeld ID en elementclassificatie, zijn gewoon aanpasbaar in zo'n schedule. Dus ze zijn meteen te wijzigen op het moment dat het niet goed is. Een kleine sneak preview voor ArchiCAD 20. ArchiCAD 20 zal het een klein stukje makkelijker worden om met IFC om te gaan. We krijgen een property manager. De property manager is een tool waarmee dat ik verschillende eigenschappen al op voorhand kan definiëren. Ik geef daar ook al een standaard waarde in. In dit geval is het algemeen gelaten en op niet van toepassing gezet. En op het moment dat je naar zo'n element gaat, bijvoorbeeld een wand in het model, dan kan ik van die wand meteen een specifieke brandwerendheid kiezen. Nou, deze eigenschappen die worden door middel van een scheme setup gemapt naar IFC. En op die manier wordt de informatie ook in IFC-modellen toegevoegd.
We hebben nou zal geen informatie geven nog over de scheme settings, aangezien dat dat nog een stap verder gaat. Wellicht voor een volgend webinar kan dat worden toegelicht als dat wenselijk is. Verder dan de import en de export. Op het moment dat het model zodanig gereed is dat je een IFC-model wil gaan maken, kun je de volgende stappen hanteren. Je kunt als eerste informatie gaan filteren. Maak alleen maar zichtbaar wat jij wil gaan exporteren. Dus je kunt daarbij denken aan het filteren van elementen van het 3D-venster. Maar je kunt ook denken aan het instellen van lagen. Bij de export kun je dan aangeven dat je alleen maar zichtbare elementen wil gaan exporteren. En datgene wordt dus ook naar IFC toegebracht. Kies dus bij het opslaan voor de IFC 2x3 versie. Dat kan door middel van verschillende soorten formaten. Dat zijn gecomprimeerde formaten, zoals op basis van XML of compressed zip bestanden. Kies de juiste translator. In IFC, in Archicad, zijn verschillende translators gemaakt. We zullen daar dadelijk nog eventjes naar gaan kijken. Verder is het heel belangrijk dat je gaat controleren wat je hebt geëxporteerd. Nou, nu kun je dat weer teruglezen in Archicad. Maar Archicad is een modelleerpakket die informatie weer vertaalt naar zijn eigen eigenschappen. Het beste kun je een IFC-model controleren in een IFC-viewer. Zoals bijvoorbeeld de Solibri Model Viewer. Die is ook gratis te verkrijgen. En hiermee wordt echt alleen die informatie uit dat IFC-bestand ingelezen. Dus je ziet de geometrie, maar je ziet ook de data die gekoppeld is aan die geometrie. Hiermee voorkom je dus dat er grote discussies zijn tussen aannemer en architect van het model is niet goed. Ja, wat is niet goed? Is de import niet goed? Of is het met de export niet goed gegaan? Dus zorg er altijd voor dat je eigen model goed controleert in het Solibri Model Viewer of andere gratis viewers. Ik zou het nog even hebben over de translators. Een aantal belangrijke instellingen in zo'n translator zijn bijvoorbeeld het filter. Wat is zichtbaar? Je kunt de lagen gebruiken, maar je kunt ook hierin een bepaald filter opnemen. Als je verschillende mogelijkheden nog op een rijtje zou willen zien, dan kun je bijvoorbeeld nog het blog lezen van Montbrian. En die geeft hier een heel mooi overzicht in Archicad. Montbrian is een architect uit Engeland die heel veel blogt over IFC. Nou, een andere instelling waar je goed naar moet kijken is de geometrie. Hoe wordt zo'n element geëxporteerd? Daar gaan we zo nog eventjes wat van zien. Een andere instelling waar je naar moet kijken is de data settings. De informatie die meegestuurd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de space containment. Het stukje furniture wat ik je net had laten zien. Dat wordt in een bepaalde zone geplaatst, in een bepaald gebied. En alleen als deze optie aanstaat, wordt het ook toegepast. Een ander onderdeel wat belangrijk is, is de base quantities, de IFC base quantities. Dit zijn de hoeveelheden zoals ze in Archicad eruit komen. Dus eigenlijk de hoeveelheden zoals ze ook bedoeld zijn. Nou, een ander pakket, zelfs een pakket zoals Solibri, kan daar zijn eigen visie op loslaten. En de base quantities, dat zijn echt de waardes waarmee gewerkt is. De IFC space boundaries. Een belangrijk onderdeel op het moment dat je richting RVB BIM-norm gaat exporteren. En de IFC Space Boundaries, dat zijn oppervlaktes gebaseerd op geometrie met andere ruimtes, dus een relatie tot. Ik zou het nog even hebben over die geometrie. Als grote
groepen kun je onderscheiden dat een element als BRAP of als extrusie kan worden geëxporteerd. In de translators is dat zichtbaar als zijn een export richting coördinatiemodel of een export richting parametrisch model. Nou, wat is nou het verschil tussen die twee instellingen? Je ziet hier een voorbeeld van een wand met een afschuiming en een afgeschuimde wand die daar tegenaan leunt. Zo'n wand onder een bepaalde handling. Op het moment dat ik dit model als BRAP, als coördinatiemodel, ga exporteren, dan zorgt u ervoor dat de informatie echt exact dezelfde geometrie heeft zoals die in AGCAD ook bedoeld is. Dit soort export is dus belangrijk op het moment dat je modellen over elkaar heen gaat leggen, niet verder gaat werken met deze IFC-modellen. Verder heb je dan de mogelijkheid om hem als extrusie, als parametrisch, te gaan exporteren. Maar je ziet wat er al gebeurt. De afgeschuimde wand wordt gewoon een rechte wand. Dus er gaat inderdaad in dit geval data verloren. Nou, hoe komt dat? Op het moment dat die parametrisch geëxporteerd wordt, moet ervoor gezorgd worden dat de wand als parametrisch gedefinieerd kan worden en dat het ook leesbaar gaat worden voor andere pakketten. Dus dat betekent dat aansluitingen, zoals die afschuiming van de wand, ja, dat kan niet als parametrisch onderdeel gedefinieerd worden. Dus zal ook niet in IFC dan terechtkomen. Zou je dit model nu bijvoorbeeld in Revit gaan inlezen? Revit die kent geen hellende wanden. Dus het stukje schuine wand waar de andere wand tegenaan leunt, dat zal ook helemaal wegvallen. Gewoon omdat Revit niet de interpretatie van die speciale functie in AGCAD kan inlezen. Dus op het moment dat je echt zeker wil zijn dat die informatie precies zo uitkomt zoals je het hebt bedoeld, gebruik dan altijd de coördinatiemodellen en niet de parametrische modellen. Hier zie je de translators. Al die instellingen waar we het net over gehad hebben, die zijn op te slaan in een translator. Je vindt ze in AGCAD onder File, File Special, IFC 2x3. En hier vind je de translator setup. Nou, hieronder vind je dus de coördinatietranslators, specifiek voor bouwkunde, constructie of installatie. En de parametrische translators. Verder zie je nog één die heel vaak gebruikt wordt. BIM Model Checking en Hoeveelheden. Deze is gespecificeerd voor het checken van een model, bijvoorbeeld in Solibri Model Checker. En hiermee worden dus ook de base quantities meegeëxporteerd. Nou, om ervoor te zorgen dat altijd dezelfde informatie geëxporteerd wordt, kun je gebruik maken van de Publisher Set. In de Publisher Set kun je je 3D-model definiëren en daarna kun je hieraan toekennen dat het een IFC-model gaat worden met een specifieke translator. Dus je hebt dit op dit moment helemaal vastgelegd in de communicatie en zal altijd dezelfde informatie verstrekt gaan worden. Nou, op het moment dat je gaat importeren, draai je eigenlijk de stappen zoals we net hebben behandeld, draai je eigenlijk om. Controleer eerst het gekregen IFC-model in een IFC-viewer. Met name welke informatie ga je inlezen? Wat is het wat je nu in handen hebt? Maar kijk ook met name naar de verdiepingenstructuur. Zeker op het moment dat je een IFC-model in je eigen model wil gaan importeren, is het heel belangrijk dat die verdiepingen allemaal overeenkomen. Kies ook de juiste translator. Ook hierin weer coördinatie, parametrisch. Wat is het doel van de IFC? Nou, op het moment dat je hem gaat inlezen, kun je kiezen voor File Open. Dan wordt het IFC-bestand als IFC-bestand geopend. Kies je voor File Special Merge.
dan wordt het IFC-bestand toegevoegd aan jouw eigen model. Op het moment dat jij de informatie echt wil gaan gebruiken als onderlegger, adviseren wij om de hotlink modules te gebruiken. Hiermee maak je een duidelijke scheiding tussen het IFC-model en je eigen model. Maar je zou het ook op een andere manier kunnen gebruiken door het direct in te lezen. Zorg dus wel voor een vervuiling van attributen en lagen. Daarna, op het moment dat je hem hebt ingelezen, ga je je informatie goed hanteren. Wat wil je zien van het model? Dat heb ik ook al wat voorbereid. Hierin heb ik een constructiemodel ingelezen. En je ziet dat het model nu als draadstructuur zichtbaar is. In de plattegrond heb ik hier mijn eigen informatie, wat je gaat modelleren. En je kunt het IFC-model als trace en reference, dus een onderlegger, kun je toevoegen om met die informatie verder te kunnen gaan. Het IFC-model ingelezen kun je hier ook nog beschikbaar, zodat je wat beter kunt zien wat die informatie is. Nou, hoe kun je dit soort informatie nu sorteren en ook zo mooi zichtbaar maken als draadmodel? Dat doe je met behulp van de lagencombinaties. Als ik nu naar de lagencombinaties ga, dan zie je dat ik een import en een IFC-constructiemodel heb. Alle lagen van het IFC-model zijn zichtbaar door middel van een extensie. Zie je hierop selecteerd, kun je ze mooi structureren hierin. En hierin wordt gewoon een draadmodel toegepast voor deze lagen. Je ziet ook altijd dat IFC-lagen altijd gelokt zijn. Dat is dus om te voorkomen dat er eigenlijk gesleuteld wordt aan de informatie van anderen. Heb je het model nu als parametrisch ingeladen, zorg er dan voor dat je dus de lagen unlockt, dus niet meer vastzet. En dan kun je die lagen verder aanpassen. Ook weer bij de import is de translator belangrijk. Je kunt ook weer een bepaald filter opnemen. Je kunt ook weer de geometrie bepalen. Wordt het omgezet naar een morf? Wordt er gebruik gemaakt bijvoorbeeld van map-elementen? Daarnaast kun je ook materialen mappen. Dus op het moment dat een bepaald materiaal in IFC gebruikt is, kun je dat laten omzetten naar informatie. Wat gebruikt wordt in ARCHICAD, zoals de building materials. Tot slot hebben we dan communicatie. Nou, geheid op het moment dat je gaat uitwisselen, komt een moment dat er ook gecommuniceerd moet gaan worden over die IFC-modellen. Conflicten zoals bijvoorbeeld clashes die gevonden worden, die worden vastgelegd aan een issue. Een clash-programma of communicatieprogramma wat gebruikt wordt zoals Salubri Model Checker, legt die conflicten vast in een issue. Die issue die worden gekoppeld aan de BIM-modellen. Dus je hebt altijd een traject waarin dat de IFC-modellen belangrijk zijn naast de communicatie. En die communicatie die wordt altijd vastgelegd in een soort van structuur wat makkelijk leesbaar is, zoals de BCF, het BIM Collaboration Format. Het kan natuurlijk ook als IFC of PDF of in Excel gecommuniceerd worden. Maar het BCF is hierin heel erg handig, omdat die koppeling tussen het BIM-model en de communicatie zichtbaar is. Die BCF-communicatie zou ook via de cloud kunnen lopen. We hebben BIM Collab ontwikkeld. Hierin zie je bijvoorbeeld een issue wat gevonden is. Op het moment dat het een clash is tussen de architect en bijvoorbeeld de constructeur, dan moet dat met twee verschillende partijen gecombineerd gecommuniceerd worden.
Nou, die informatie die moet leesbaar worden, ook in het andere pakket. En met een koppeling met BIM Collab is die informatie ook zichtbaar. Ik zal even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Ik pak nog eventjes 3D erbij. De BCF Manager. En ik open een bepaald BCF-formaat. In deze BCF wordt gecommuniceerd dat er bijvoorbeeld een kolom door een vloer heen steekt. Of bijvoorbeeld dat er een dubbeling is in de wanden. Nou, omdat het model en de BCF overeenkomt, is het mogelijk om dus die wand op te halen, meteen in 3D zichtbaar te laten worden. Even het hele model nog laten zien. Nou, op het moment dat ik nu dus de issue aanklik, dan zoomt u meteen naar het probleem. En in de commentaren zie ik meteen zichtbaar wat het probleem is. En kan ik ook met andere partijen hierover gaan communiceren. Met een koppeling richting BIM Collab is dat meteen ook zichtbaar voor een aannemer of de andere partij, de constructeur waar je mee samenwerkt. En kan het probleem hiermee heel snel worden opgelost. Maar wil je meer weten over BIM Collab? In september is er ook weer een webinar over BIM Collab die het iets beter uitlegt dan ik. Ik ga eens even kijken naar de vragen. Ik heb gezien dat Eva al een groot deel aan het typen was. Eens even kijken. Rudy Koster vraagt, hoe geef je isolatie een andere klassificatie dan een baksteenschil bij een composiet? Dat is een hele goede vraag. Want ik kan een elementklassificatie altijd maar aan één element toevoegen. Dus op het moment dat je een composiet gebruikt, waarin dat verschillende schillen gebruikt worden, kan ik niet per schil een andere klassificatie geven. Nou, hoe kun je dat dan oplossen? Je zag in de codering dat het een spouwmuur is. De codering vraagt er eigenlijk niet helemaal om, maar wil je het echt helemaal implementeren in het model, dan zul je gebruik moeten maken van verschillende schillen. Dus apart moet elke schil gemodelleerd worden. Eens even kijken of er nog andere vragen zijn. Even kijken. Een vraag van Paul Geurts. Exporteer je IFC vanuit een 3D-view. Nou, het is, kan dus op twee manieren. Even beeld erbij pakken. Op het moment dat je een IFC-model wil gaan exporteren, zal dat altijd vanuit het 3D-venster moeten. Vanuit hier kan ik nu meteen gaan opslaan via Save, Save As. En in het formaat kan ik dan kiezen voor IFC 2x3. Ook hierin weer wil ik het hele model of alleen geselecteerde onderdelen exporteren. Het 3D-venster wat nu zichtbaar is, wordt ook met selectie dus geëxporteerd. En je kiest hierin nu ook de translator. Dus dit is één manier. En de andere manier. Eventjes. Wat verder uittrekken omdat ik niet meer de knoppen kan. Ja. Is de publisher set. Nou, in onze template hebben we ook al een publisher set aangemaakt voor IFC. Je kunt je 3D-model hierin in de publisher set slepen door middel van de organizer. Dus gewoon vanuit de viewmap sleep je hem in de publisher set. En hierin kan ik dus nu ook definiëren dat dit als IFC geëxporteerd moet gaan worden. Welke translator dat er gebruikt moet gaan worden. En door middel van publish maak ik dus meteen een hele set
gereed voor communicatie. Ik ga nu even kijken naar andere vragen. Even kijken. Wat is BIREP? Ik geloof dat ik die al wel beantwoord heb. Ik hoop dat het duidelijk is geworden. De afkorting is Boundary Representation. Dat is echt de omlijsting, de uiterste waarde van een element worden geëxporteerd. Is de informatie nog na te lezen? Ja, uiteraard. We hebben het webinar weer opgenomen en we zullen ook een PDF beschikbaar stellen van deze presentatie. Dan nog, zijn er ontwikkelingen om een composiet in later stadia uit elkaar te laten vallen in losse schillen? Nou, een onderdeel wat ik nog niet behandeld heb van de translator is de export richting IFC Parts. In de translator is het mogelijk om in de conversie een composiet uiteen te laten vallen in onderdelen, in de parts. Wat het nadeel is dus dat de elementclassificatie niet aan die onderdelen kan worden toegevoegd. Maar het heeft dus wel verschillende losse schillen in dit stadium. Dus echt alleen maar bij de export naar IFC, niet in Archicad. Waar dus ook wat meer informatie uit te halen is, zoals volume of een oppervlakte. Maar het is nog steeds wel beperkt. Wil je echt die codering toevoegen, ja, dan zit er niets anders op dan het modelleren in losse schillen. Ik kijk nog eventjes naar andere vragen. Het gaat over de publisher set. Geeft aan dat het een preset is. Hoe krijg je de IFC publisher actief in de software? Dit is standaard voor de volledige versie van Archicad. Ik heb het vermoeden dat je gebruik maakt van de starteditie. En in de starteditie is er geen publisher set, helaas. Je hebt verder wel alle mogelijkheden wat betreft de IFC. Dus in IFC zitten er geen veranderingen in of geen verschillen in een starteditie of een volledige editie. Specifiek de publisher set, die is niet aanwezig. Ik zie verder geen andere vragen meer. Mochten jullie nog vragen hebben, ik kan nog heel eventjes openstaan. Heb je nog andere vragen, dan kun je altijd nog contact opnemen met onze helpdesk. Ook zij kunnen de vragen beantwoorden. Ik heb hier nog verder een overzicht van de komende webinars. Wil je nog wat meer weten over parametrisch modelleren met Reino Karshopper? Jeroen geeft een heel mooi webinar in juli. PumpColab, een linkje daarna naar de inschrijfmogelijkheden. En in september gaan we ook weer de upgrade webinars geven. Dus dan krijg je veel informatie over Archicad 20. In de PDF vind je ook nog de linkjes naar de IFC Knowledge Base. Bijvoorbeeld de tips en trucs betreft Archicad richting uitwisseling. Hier vind je ook tips en trucs over de IFC Scheme Setup. Tips en trucs richting OpenBIM, de samenwerking met andere partijen. Heel interessant zijn de video's van OpenBIM in praktijk. Ze zijn wel Engelstalig, maar zullen je nog veel meer informatie geven over IFC dan ik heb kunnen doen in het webinar. En bekijk ook eens de blogs van BIM-specialisten of Bond Brian. Nou, ik zie geen andere vragen meer voorbij komen. Dus ik sluit hem af voor vandaag en tot de volgende keer. Bedankt.